Frans, 13 jaar geleden kwam je als jonge jongen van ADO naar Noordwijk Rout toe. Had je toen de tijd gedacht van joh, ik ga hier 13 jaar de komende 13 jaar voetballen? Nee. Ik ken de VSB eigenlijk niet zo heel erg goed. Dus ik moest wel de club leren kennen in die zin. Maar ik had al snel door dat het wel echt een club was die bij mij paste. En ik bekeek het per jaar en ik had het gewoon steeds naar mijn zin. Ja, en dan groeit zoiets en dan gaat het vanzelf door en dan loopt het vanzelf. Je hebt jarenlang ook een vast middenveld gevormd samen met Bas Ruigrok en Vladimir Josic. Hoe heb je die tijd ervaren? Ja, dat was prachtig. Ja. Die gasten die kende ik hartstikke goed vanuit de kleedkamer en op het veld. En je wist van elkaar ja, de sterke punten, de minder sterke punten. Ja, dat is denk ik wel een van de mooiste middenvelden geweest waarmee ik gespeeld heb. Ja. Wat is nou je absolute hoogtepunt bij VSB geweest? Iedereen zou denken, het bekervoetbal natuurlijk, dat was ook fantastisch. Maar ik denk dat de promotie naar de topklasse toen de tijd, bij Venray, dat het ook echt geweldig was. Het was prachtig weer en met bloed, zweet en tranen. De heenwedstrijd 2-0 gewonnen en uit moesten we met 10 man verder. En hielden we het op een 1-0 verlies. Ja, dat was prachtig. Ik kan een hoop mooie doelpunten van je herinneren. Heb je er zelf eentje herinnering waarvan je zegt, van ja, dat is echt wel mijn mooiste doelpunt bij VSB geweest? Ik vond het moment tegen Rijnsburg vond ik mooi, in de beker. En die wedstrijd daarna eigenlijk ook tegen Emmen. Ik denk dat dat wel een van de mooiste goals waren. Maar ik heb in al die jaren toch wel een paar leuke momenten gehad, ja. En nu ga je op weg naar de SSC. Een weerzien met Marcel IJzendoorn, ook wel bekend bij VSB. Hoe kijk je daar naar uit? Ik heb er heel veel zin in. Ja, ik vind het echt heel jammer dat ik wegga bij VSB natuurlijk. Ik zei net ook al tegen andere gasten, misschien was het ook wel tijd nu en een frisse nieuwe start maken. En ik heb er heel veel zin in om dat te gaan doen. Nou, ik denk dat ik namens alle supporters wel mag spreken dat we je enorm willen bedanken. Voor alle tijd, voor de 13 jaar die je hebt geweest als speler, maar ook als buiten de club, in de kantine. En we hopen nog snel op de club weer te zien op het nieuwe complex. Ik ga zeker langskomen en ik wil ook alle supporters bedanken voor alle mooie jaren. Kijk, voetbal is één ding, maar bij VSB zo'n warme club waarbij iedereen zich snel thuis voelt, was fantastisch. Ik had het niet willen missen.